Koningin Maxima is vandaag haar werkdag in New York vroeg begonnen. Ze kwam te voet naar het ontbijt, voorafgaand aan het Bloomberg Global Business Forum in het prestigieuze Plaza Hotel bij Central Park. Een dag eerder had ze samen met koning Willem-Alexander ook al een wandeling verkozen boven vervoer per auto. En in het drukke New York, zeker nu, is dit misschien wel de snelste manier. Maxima blijft de hele ochtend bij het Zakenforum, waar de Indiase premier de openingstoespraak houdt. Daarna volgen ook tal van discussiesessies met deelname van onder andere de nieuwe president van de Europese Centrale Bank.